Bernard Dorp lust kapitein Roy Banda niet meer. Het dorp beschouwt Humphrey John nu als het nieuwe dorpshoofd. Dit is vandaag duidelijk gemaakt aan het bestuur van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, FITS. Een groep ontevreden bewoners van Bernard Dorp is vandaag onder leiding van John naar het kantoor van de organisatie getogen om met de voorzitter van het bestuur te praten over het probleem. Volgens John is de maat vol en wil de gemeenschap dat de FITS nu bemiddelt. Ons probleem is dit. Kijk, we zaten al ver in, zeg maar, in het proces dus om te komen tot een nieuwe dorpbestuur. Wat wij niet begrijpen is dus dat... Even. Wat wij niet kunnen begrijpen is dat de huidige kapitein contact heeft genomen met de FITS. En abrupt alles is stopgezet. Ja? Wij zeggen, wij zijn ook partij. We moeten ook gekend worden. Ja? En dat is niet gebeurd. En zeg maar 7 oktober heb ik een brief naar hier gebracht. Ja? Ik neem jullie zeer, zeer kwalijk dat ik geen enkel antwoord van bureau FITS, nog FITS heb ontvangen, dat jullie mijn brief hebben ontvangen voor een uitnodiging op 9 oktober. De dorpsbewoners zeggen bezwaar te hebben tegen kapitein Banda, die al jaren aanzit, omdat hij hen niet betrekt bij dorpsaangelegenheden en op eigen houtje beslissingen neemt. Ook is gesteld dat Banda het proces om tot een nieuw dorpsbestuur te komen met meer dan 2 jaar heeft kunnen vertragen. Directeur van de FITS, Silene Frans, vertelde de groep dat zij de situatie graag op een vredige wijze opgelost wil zien. Wij zeggen, we willen met alle partijen praten, want er moet een oplossing komen. Ik begrijp wat het betekent voor een dorp als we in zo'n situatie belanden. We willen ontwikkeling, we willen oplossing in onze problemen. En als onze leiderspositie nog niet helemaal duidelijk is, dan is het probleem. We gaan ontwikkeling kunnen krijgen als het zo gaat, dus dat voor het kiezen van een dorpbestuur, vooral binnen Bernard Dorp, dat nu we bijna 3 jaar al bezig zijn. Ik begrijp u, meneer. Dus wat ik nu aan iedereen hier wil meegeven op dit moment, is dat met Axono. Mensen, even rustig. We ax uno allemaal, want we willen aan tafel zitten. Wat ik mee kan geven op dit moment is dat het bestuur al een gesprek heeft met het dorpsbestuur, de kapitein van Bernard Dorp, om een afspraak te hebben. Mag ik dingen verder doorgaan? Frans legde de groep voor dat er eerst een uitnodiging moest worden gestuurd voor een overleg met de FITS-voorzitter. Dit viel niet in goede aarde bij de boze menigte. De mensen stonden erop dat er een gesprek met het bestuur werd geregeld. John en enkele vertegenwoordigers van het dorp hebben uiteindelijk een onderhoud gehad met de aanwezige bestuursleden van de FITS. De zaak zal verder worden afgehandeld door middel van dialoog.